Ik vind dit eigenlijk de leukste introducties. Het komt, dit merk heeft natuurlijk geen, of dit model moet ik zeggen, heeft natuurlijk eigenlijk geen voorganger. Natuurlijk anders bij een nieuwe BMW 3-serie weet je ongeveer wat je moet verwachten. Maar er was eigenlijk geen model voor de V40 dat die simpel opvolgt. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe die het gaat doen, hoe die is als auto. En dat vind ik des te interessanter, dat maakt het werk zo leuk natuurlijk. Het begint met uiterlijk, het is in elk geval spraakmakend genoeg om discussie over te hebben. Ik vind hem eigenlijk wel mooi. Ik zag hem in Genève, toen was ik daar met Frank. En ik denk, ja, ik vind het wel een geslaagde auto. Hij heeft aan de achterkant een beetje focus, maar de drommelige van die focus aan de voorkant heeft hij niet. Het is gewoon een mooie Volvo-neus. Maar ja, ik ben geen Volvo-adept. Ik ben niet zo'n Volvo-hardcore fan van vroeger. En ik ken twee mensen die zijn dat wel. En die hebben los van elkaar zich uitgelaten over die auto en die vinden allebei helemaal niks. Dit is niet waar Volvo voor staat, zeggen zij. Ja, ik heb dat negativisme dus niet. Ik kijk wat nuchterder, zonder merkliefde en zo. En ik zie eigenlijk gewoon een best aardige auto die net wat ruimer is dan een gemiddelde hatchback. En die, ja, als hij goed doet, wellicht wel een kans maakt. Toen Volvo kwam met de S60, schreeuwde ze werkelijk van het dak hoe sportief die auto wel niet was. Het sloeg helemaal nergens op, want die S60 is helemaal niet sportief. Een vleugje dynamiek, dat wil ik hem dan net geven, maar houd er wel mee op. En nou zie je de V40 en Volvo heeft wat minder over de sportiviteit volgens nog, meer over hoe goed die auto in het algemeen is. Toch wil ik even beginnen met die sportiviteit, om het zo te noemen, of laten we het dynamiek noemen, dan klinkt het al wat minder zwaar. Het onderstel van deze auto is namelijk fabelachtig goed. Daar sta ik echt van te kijken. Hij is vrij stug voor een Volvo, dat was al de eerste verbazing. Misschien is demping voor sommige Volvo-adepten, daar zijn ze weer, een tikje hard. Ik vind het zelf niet zo erg. Want het resultaat is als volgt. Hij ligt super strak. Als je instuurt, ietsje leunt hij in en volgens houdt hij hem daar. Er is geen tweede beweging. En dat is verschrikkelijk fijn als je lekker potje wilt sturen. Hetzelfde geldt voor kuilen in de weg. Dan hij springt niet van links naar rechts of zo. Hij blijft heel mooi op koers door die goede demping. En dat maakt het tot een voortreffelijke rijdersauto. En dat had ik niet helemaal verwacht. Dat is ook niet echt des Volvo. Dus ja, hulde daarvoor. Dan komt bij dat de besturing is ook vrij zwaar. Voor een Volvo zelfs erg zwaar. En behoorlijk direct. Ook dat vind ik prettig. Communicatie kan er wel wat beter, de feedback, dat houdt niet over. Maar het is al zoveel beter op dynamisch gebied dan het bij Volvo's was. Daar ga ik niet over klagen. Maar als totaalpakket, als stuurauto op leuke wegen, dan kan je dus heel veel plezier hebben met deze auto. Is het echt een goede rijdersauto? Nou, dat is in elk geval al een grote verrassing. Goed gedaan. Qua motoren uiteraard weer de hele rits bekende diesel- en benzineversies. D2, D3, D4, D2, D3, D4. Dat zegt allemaal weer niks over de inhoud of zo. Dus als je niet weet, is het verwarrend. In ieder geval hebben we de D4. Dat is een 5-cilinder met 177 pk. En die heeft een lekker mooie loop. Dat is het voordeel van zo'n 5-cilinder natuurlijk. Hij klinkt ook lekker als je doorhaalt. Een dieselmotor, maar toch die lekker roffe hoor je. En de vermogensopbouw is heel netjes. Hij mist wel wat punch. Ik vind de 170 pk versies van de TDI's, bijvoorbeeld in de Audi A3 en zo, die vind ik wat krachtiger. Als je had gezegd dat dit 155, 160 pk was, had ik het ook geloofd. Evengoed, de 120D die is weer wat rumoerig. Dan vind ik deze motor weer iets prettiger. Dus hij zit daar mooi middenin. Kan goed meekomen. Interieur is heel erg vol, zoals we dat al kennen, van bijvoorbeeld S60, weer die middentunnel, die bediening is allemaal hetzelfde, dus daar weinig nieuws onder de zon. Wat nog steeds waardeloos is, is het multimedia systeem, navigatie en hoe je daarin komt. Het is zo langzaam, dus klik, wachten, 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 klik, wachten, wachten. Daar word je helemaal gestoord van als je een plaatsnaam wil invoeren, navigatie en zo. Ik begrijp dat nooit zo goed. Als je een smartphone hebt van een paar honderd euro waar het top werkt, supersnel, klik, 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 klaar. En heb je zo'n systeem wat dan honderden euro's meer kost en dat lukt dan niet. Positief is echter dat nieuwe crystal scherm wat Volvo voor je heeft zitten. Waarop onder meer de snelheid wordt geprojecteerd en de toerenteller. Super werkt dat. Heel mooi helder, ook al valt de zon er mooi op. En wat ze doen is een trucje wat we eerder bij Jaguar gezien hebben. Het gebied van de snelheidsmeter waar je rijdt wordt iets extra verlicht, waardoor je oog er veel sneller opvalt. Dus zijn die kleine mooie nieuwe dingen, werkt perfect. Dat vind ik nou weer leuk. En dat vind ik nou voor een verbetering waar de V40 iets bijzonders mee heeft. Want in feite is het een beetje enig in zijn soort. Ben ik blij verrast over de V40. Ik begon al te zeggen, het is natuurlijk een heel nieuw model voor Volvo in dit segment. En het is direct bam, raak. Dat is wat ik wel vind. Ze hebben echt duidelijk sportiever neergezet dan andere Volvo's, net een tikje harder. Ja, dat willen mensen blijkbaar in dat segment als ze een BMW 1-serie of een Audi A3 kopen, want dat zijn ook geen softe auto's. En dan mikt Volvo dan op en dan zit het resultaat goed gedaan, ook met de besturing en zo. Ik vind hem bijvoorbeeld meer concurrentie voor de Audi A3 in de 1-serie dan de S60 een concurrent vindt voor de 3-serie en de A4. Er komt bij.
qua prijs is hij een stuk gunstiger als je hem dik aankleedt, zeker. Want dan worden vooral 1-series en Audi R3 heel snel heel duur. En die V40 die doet dan een stuk beter, een stuk duurder dan een Opel Astra of een Ford Focus. Maar hij biedt ook een stuk meer. Je zit echt tegen dat premium aan. Ik vind dat dit best kan concurreren met een BMW 1-serie. Niet qua rijden hoor, maar als totaalpakket. En dan heb je een volwaardig alternatief. Hij is natuurlijk vrij ruim door dat semi, ja het is geen station, maar ruime hatchback effect. Hè, dat A3 Sportback effect. En dan heb je allerlei meerwaardes. Uiterlijk, discutabel, hebben we het over gehad. Ik vind mezelf wel aardig, maar dat geldt niet voor iedereen. Maar als totaalpakket, mooie nieuwe auto van Volvo. Vind ik leuk dat weer een nieuw merk in dit segment dan echt de potten kan gaan breken. Want dat gaat zeker lukken met dit ding.